Hi, ik ben Rob en vandaag wil ik jullie even laten zien een, dat is het Engelse woord, een cove jig. En het is meer een hulpstuk om met de zaagmachine holtes te zagen. En je hebt er heel veel van honderden verschillende modellen, maar heel veel die klemmen af onder het plat. Dus er gaat er een klem omheen en met die bouwzaagjes. Er is zoveel aan de hand onder dat plat. Er is bijna geen ruimte om daar een klem omheen te zetten. Bovendien, er zitten heel veel kwalijke onderdelen. En ja, die wil je niet verbuigen of beschadigen. Dus ik heb het bovenin op het plat gezocht. En ik heb gebruik gemaakt van de T-sleuven. Met een slotbout. En dat is op zich ook een prima systeem. Maar dat zal ik je wel even laten zien. Nou, ik heb hier een aantal modelletjes. Het is bijna allemaal dezelfde hoogte, het zaagblad. Alleen, hij gaat wat verder over de lat heen. Zoals je hier ook kan zien. En hier dan weer wat minder, hier nog minder. Zie je? En ook qua diepte, deze is dan weer wat dikker. Het blad was iets minder hoger uit de tafel. Dus je kan alle kanten op. Het is eindeloos. Nou, hier zie je een hele gemakkelijke setup van het geheel. Het is gewoon een vlakke lat. Maak hem wel zo recht als je kunt natuurlijk. En dan vier aanhechtingspunten. Dit is metrisch 6. En dit is M10. En hier zit een slotbout in. Slotbout M10, die past er precies in. Of eigenlijk bijna. Sommige die moet je bijveilen, die moet je een stukje afhalen. En andere passen er bijna zo in. Dus het hangt er helemaal vanaf van welke fabriek dat misschien komt. En je kan dit natuurlijk afslijpen. En ook hier iets van de diameter misschien een klein stukje afslijpen. En dan valt hij er makkelijk in en dan... dan heb je ook een aanhechting. Nou, dit is dan de tafel aanhechting voor de versteksleuven. En dat zit met een slotbout en een vulstuk. Dat is het dus. M10. Nou, hier zie je dat het zaagblad, precies de helft van het zaagblad, voorkant van het zaagblad, verdwijnt onder de lat. En ik heb hier een groefje een beetje uitgehaald. Het zaagblad, om wat speling te geven. Ga je hoger? Nou ja, dat is geen punt. Zet de machine aan en schroef hem een eindje op. En dan heb je hem ook hoger. Dus dat is niet zo'n probleem. Hier heb je het midden. Ik heb hier een kraslijn aangebracht. En dan, dat is precies het midden van de motoras. En ik heb dat gedaan met een laser. Zo, ik denk dat het zelfs nivellerende laser. Dus ik denk dat het wel aardig in het midden zit. En precies op het snijpunt van deze lijn. En waar de tand als het ware achter het hout verdwijnt. Nou, dat is dan het einde van de lat. Hè? Want hier komt je werkstuk tegenaan. En vanaf hier geteld naar hier. Die halve boog. Dat is wat je uit het hout haalt. Ja, waarom zo moeilijk met al die aanhechtingspunten? Heel veel die zetten er ook gewoon een klem omheen. En klem het dan zo naar de onderkant van de tafel. Misschien met tussenkomst van een blokje. Weet je wel, dat kan. Maar met deze tafels kan dat niet. Die tafels die zijn heel complex aan de onderkant. En je hebt bijna geen ruimte om daar op een of andere manier een blokje, een klos en dan nog een klem op te zetten. Heel veel werk. Dus ik heb gekozen voor deze methode. Nou, hier zie je de onderkant van het blad.
En dit is dan de achterkant. Hier heb je de stof, hier zit de stofuitstoot. Maar hier onder het plat zit bijna geen ruimte waar je iets omheen kunt spannen. Zonder dat je misschien de boel kraakt. En dit tandheugel, nou dat wil ik absoluut niet beschadigen. Want dat is natuurlijk van je langsgeleider. Dus dat is bijna geen mogelijkheid. En het blad op zich, daar zit ook nog een soort wafelprofiel onder. Dus dat is ook al een probleem. Nou, ook als die hoek steeds scherper wordt. Dus dat je meer gaat werken in de richting van je zaagblad. Dan komen die geleiders, die komen niet meer boven die T-sleuven. Hè, zoals je hier ook ziet en hier ook. Het staat er buiten. Of er binnen. En ja, dan heb je natuurlijk deze dingen nodig. En dan heb je die buigels nodig. En daarvoor zijn ze natuurlijk ook. Nou, hier zie je een 10 inch, dat is 250 mm blad. Een dik blad. Een professioneel blad. Met combinatietanden. Dus je krijgt een schuine tand naar rechts. Een daktand, schuine tand naar links. Daktand, schuine tand naar rechts. Etcetera. En ze zijn ook 5 graden negatief. Carbide. En dat is ja, een blad wat gaf voor mij het meest fijne resultaat. Er zit niet veel verschil in. Hier zie je dan het resultaat. Je ziet hele fijne zaaglijntjes schuin. Maar dat kun je oplossen met een schuurpapiertje. Nou, hier zie je een serie bladen. Die zijn allemaal een tikkeltje anders. En dit heeft 48 tanden. Deze zijn trouwens 8,25 inch, 21 centimeter. Deze bladen, die twee. En dit is dan beide 25. Hè? En deze heeft 48 tans, 24 tans, 24 tans, maar dan 10 inch. En hier 60 tans, 10 inch. En ze geven allemaal bijna hetzelfde resultaat. Dus er zit echt niet veel verschil in. De enige die er ietsje bovenuit stak, dat was het blad wat ik je net liet zien op de machine. En die doet het dan ietsje beter. Maar het is niet veel. Het ontloopt elkaar niet veel. Ik hoop dat het een duidelijke video was. En dat de DeWalt of andere bouwzaag-eigenaren dat voor hun eigen projecten kunnen gebruiken. In ieder geval bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer. Bye bye!